Hey, topvrouw. Merk jij dat je stiekem een beetje moe bent? Merk jij dat je het uitdagend vindt om gedurende de dag bij jezelf te blijven? Ik herken dit. Ik heb mezelf inmiddels in van alles verloren: in moederschap, in ondernemerschap, in de maatschappij en in het dagelijkse leven. En in deze stap reik ik je een hele simpele, maar een heel krachtige oefening aan. Waarbij je dus ook je eigen leefregels gaat bepalen. De inspiratie die ik deel hier in dit stuk is van Pieter Monsma, die door deze hele simpele oefening eigenlijk de verwachting van 3 generaties heeft doorbroken. En dat kun jij ook doen. Want wellicht ben je onbewust nog allerlei verwachtingen aan het naleven van mensen om je heen. Hè, vroeger werden we opgevoed om ervoor te zorgen dat de buren zeggen: oh, dat zijn echt hele, hele goede mensen. Dat zijn echt hele aardige mensen. Maar je voelt een andere verlangen. Je voelt een andere passie. Je voelt een andere drive. Je hart wilt je een andere richting opsturen. En ja, dat kan een plagaat geven. Maar met deze oefening ga je zelf weer koers krijgen. Ga je weer intunen op: maar wat wil ik echt? Wat is goed voor mij? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke toestemming geef ik mezelf? Zodat je echt vanuit rust, kracht en positiviteit verder kunt gaan in jouw eigen leven. Dus ik wens je echt veel plezier met deze oefening. Doe hem ook echt. Ik bedoel, lezen is leuk, maar als je echt verandering wilt, zou je toch ook echt iets moeten doen. En daar gaat deze oefening je onwijs bij helpen. Dus geniet ervan, doe het en geniet van de nieuwe vrijheid die het je geeft.